Vandaag in 't is wat. Friso houdt een bord vast. Vandaag. Van welke overleden beroemde Nederlander is dit huis geweest? Als je dit huis bewoont, denk je altijd aan Jan. Maar nu eerst Anis. Hij verslaat ze bijna allemaal. Niet één potje schaken, maar 40 tegelijk. Gisteren was er een schaaksimultaan in het atrium van het Haagse stadhuis. De 40 schakers nemen het op tegen grootmeester Anis Giri. De Rijswijker is pas 16 jaar en behoort tot de wereldtop van het schaken. Nou, als ik eerlijk ben, denk ik dat ik na 15 zetten al wel hopeloos verloren sta. Ja, trilt een beetje. Als ik er 20 zetten uit kan houden, dan ben ik al heel tevreden. Anis heeft een slinkse tactiek bedacht om de 40 tegenstanders weg te spelen. Nou, ik wil dat ze niet te veel tijd hebben om na te denken. Dus ik zal zo snel mogelijk proberen te zetten. En daarna gewoon een beetje druk zetten. Dus het komt vanzelf wel. Als Speedy Gonzales raast Anis langs alle schaakborden. En de deelnemers krijgen het steeds moeilijker. Hoe gaat het hier? Nou, het gaat nog. Ja, u kijkt vrij serieus. Ja, ik sta onder behoorlijke druk. Is er nog hoop? Ja, er is nog hoop. Op een foutje van hem. Al snel is de eerste afvaller een feit. Nee, hij speelt gewoon zo goed, die jongen, dat ik gewoon dacht dat ik nog redelijk stond, maar aan alle kanten schaakmat. Hoe gaat het, Anis? Ja, tot nu toe is het nog niet helemaal duidelijk, maar het gaat nog steeds wel goed. De eerste is al weggespeeld. Ja, hij was te optimistisch, hè? Uiteindelijk wint Anis 36 keer. 3 potjes eindigen in remise en 1 schaker weet de schaakgrootmeester neer te halen. Goedendag. Dit is Friso, een informatica-student met als bijbaan het vasthouden van een reclamebord van de State of Art winkel in Den Haag. Goedendag. Hallo. Wat vindt u ervan? Zielig. Ja? Hetzelfde rotbaan. Ja, ik vind het eigenlijk een beetje zielig. En Friso, lukt het vandaag een beetje? Jazeker, het begint nu alweer wat drukker te worden. Als het heel rustig is, dan vult het wel een beetje. Maar als het lekker druk is, dan krijg ik ook veel meer aanspraak. En dan vliegt de tijd zo voorbij. Ik probeer in eerste instantie oogcontact te maken met mensen. En dat is meestal al genoeg bij een hoop mensen. En soms komen ze dan ook een praatje met me maken. En dat helpt dan ook al snel. Ja, je knikt ernaar. Hij lacht ook een beetje zo van... En helpt het? Voor wie? Voor hem? Dat bord? Nee, absoluut. Nee. Ja, ik denk dat iedereen er zo langs loopt als hij er niet staat. Het helpt wel, je ziet het. I think it's further that way. Further that way. Ik ben bijna een tweede VVV geworden. Ik word toch echt heel veel om de weg gevraagd. Friso staat 3 dagen in de week met zijn bord op straat in regen en sneeuw. Zijn de mensen nu ook een stuk onvriendelijker of maakt het niet uit? Maakt niet zo uit, maar ze zijn wel wat gehaaster. En jij blijft gewoon vrolijk stilstaan? Ik blijf gewoon staan. Ik wil natuurlijk dat ze mijn kant op haasten. Zou u het wat vinden, zo'n baantje? Nee, daar zou ik niks vinden. Veel te koud. Nou, hij liever dan ik. En is het niet verschrikkelijk saai? Nee, het blijft toch wel leuk. Van, hallo. Ik heb een hoop mensen die ik toch wel herken, dus die dan toch vaak een praatje met me komen maken. Dus dat is, ik verveel me eigenlijk nooit. Echt niet? Nou ja, als het echt rustig is, dan kan ik me soms wel vervelen, maar dan ga ik meestal aan schooldingen proberen te herdenken van colleges en zo. En dan is de tijd ook zo voorbij. En dan mag Friso aan zijn welverdiende kopje thee. Straks dit is wat. Vrijwilliger Dini zegt op alles ja. Nou ja, op bijna alles. Ik heb ook wel geleerd in de, nou zeker de laatste 2-3 jaar, om ook wel toch wel op dingen nee te zeggen. Oh. Want ik heb geleerd dat dat ook een woord is. In deze zware economische tijden wordt het steeds lastiger voor huiseigenaren hun huis te verkopen. Er staan dan ook heel wat paleisjes te koop. Het is wat wil een handje helpen en gaat bij huiseigenaren langs. Mijn naam is Corrie Prins. Dit is mijn huis, Deutschland 7 te Oegstgeest, en dat staat te koop. Zomaar een huis in Oegstgeest? Nee hoor, het huis van Corrie Prins is namelijk heel bijzonder.
Dit was vroeger het huis van Jan Wolkers, het geboortehuis. We staan nu in het gedeelte wat vroeger de kruidenierswinkel was. Precies, het huis waar niemand minder dan schrijver Jan Wolkers is geboren en getogen. Hetzelfde huis waar zijn bestseller Terug naar Oegstgeest zich deels afspeelt. Dat is het torentje waar Jan Wolkers over schrijft, wat hij vanuit zijn dakraam boven altijd zag en terug in het boek naar Oegstgeest. Ik heb het boek Terug naar Oegstgeest uiteraard gelezen, want het gaat om dit huis. En het leuke is ook dat ik dingen meegemaakt heb wat Jan ook beschrijft. Net als Wolkers is Connie in dit buurtje geboren en getogen. Jan was een stuk ouder, maar ze kent de verhalen over de driftige artistieke oudbewoner natuurlijk wel. Ik weet van mensen uit zijn generatie dat hij aan het schilderen was. En als het niet lukte, dan gooide hij zijn penselen door de tuin heen. Jan heeft hier gewoond tot zijn 18e. En toen is hij in Leiden gaan schilderen en studeren. Omdat Connie in Jans oude huis woonde, heeft ze de schrijver later alsnog persoonlijk leren kennen. Ik vond een hele bijzondere man. Bijzondere stem en ook wel heel amabel. Ja, gezellige man. Een mooi groot huis. Jan Wolkers als oudbewoner en toch staat Connie's huis nu al 3 jaar te koop. Misschien, zo denkt ze, moet ze de Wolkers-connectie nog meer benadrukken. De verwarming van Jan, ja. Het balkon van Jan, ja. Het uitzicht van Jan, ja. Op het torentje. Waar Jan gewoond heeft, ja. Geleefd heeft met zijn ouders. Ja. We hebben een heerlijk kokend waterkraan, ja. Waar Jan ook uiteraard zijn koffie en thee, ja. Mee zette. Het is Jan wat de klok slaat. Het is Jan wat de klok slaat, historisch. Dus ja. Als je dit huis bewoont, denk je altijd aan Jan. Dini Vissers uit Nieuwekerk aan de IJssel leidt een wild vrijwilligersleven. Zo is ze een paar keer per week te vinden bij de lokale radio als presentatrice. Ik ben hier eigenlijk wel heel veel uren van de week ook. Het is natuurlijk niet altijd alleen maar voor radioprogramma's, maar er moeten gewoon meer dingen gebeuren. Boodschappen gehaald, koffie, daar zijn ze gek op hier. Dus dat moet natuurlijk ook allemaal gewoon gebeuren. En dit is ook echt muziek waarbij je uit je dak kunt gaan, want klinkt het allemaal ontzettend gezellig. We gaan nu luisteren naar Karima met Matching Prince. Alle dagen van Dini zijn bomvol gepland. Als ze niet in de studio zit, regelt ze het verkeer tijdens grote evenementen. Ja, dit doe ik er ook nog bij, maar dat is niet een vaste prik. Dat is meer als er evenementen zijn. Dini kon vroeger nooit nee zeggen, maar daarin is ze veranderd. Ik heb ook wel geleerd in de, nou zeker de laatste 2-3 jaar, om ook wel toch wel op dingen nee te zeggen. Want ik heb geleerd dat dat ook een woord is. De man van Dini staat vierkant achter het vrijwilligerswerk van zijn vrouw. Ik heb eigenlijk nooit problemen mee gehad. Wat ze leuk vinden, moet ze gewoon doen. En ze heeft mijn zegen, heeft ze. Over zegen gesproken, Dini is ook vrijwilliger in de kerk. Ze let op de kleinste peuters, maakt de roosters en zingt tussendoor ook nog bij het kerkkoor. Heer, geef ons vrede, laat ons in uw vrede leven met elkaar. Is druk vandaag. Kan je koffie drinken? Nee, ik kom geen koffie drinken. Nee, ik ga geen koffie drinken. Met vrijwilligers onderling, dat is ook niet altijd even makkelijk volgens mij. Ja, je hebt allemaal je eigen karakter. Dat is natuurlijk een gegeven wat gewoon bekend is. Maar ja, ook juist in het vrijwilligerswerk is het ook geven en nemen. Je kan niet altijd op dezelfde lijn zitten met elkaar, maar daar kun je over praten. We gaan nu naar de Meander. En dat is het zorgcentrum hier in het dorp, in Nieuwekerk aan den IJssel. En daar ga ik straks het zanguurtje doen met bewoners. Om ieder bloempje te besproeien, ook het kleinste. Om ieder bloempje te besproeien, ook het kleinste. Dat gaat gewoon vanzelf. Rustig aan, hè? Rustig aan, Piet. Houd hem overeind. Ja, wat dacht je? Ik ben stevig, hij houdt mij vast. Ga je mee? Dat was mijn dagje wel, hè? Zo, heel druk. Heel druk was het. Maar gezellig. Ik ga gauw een kopje koffie drinken. Morgen in de serie Vrij en Willig. Ik kan zeg maar huilen, maar ook lachen met haar. Zullen we even ruzie maken hier? Ik zie het niet echt als dat zij een of andere begeleider is. Ik bedoel, het voelt ja, meer als een grote zus of vriendin. Of in ieder geval iemand waar je ja, je ei bij kwijt kan. Dat was hem dan weer.
ook wat? Stuur een mail naar tiswat@omroepwest.nl. En ik zeg tot morgen. Goedendag.